Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag Milene. Hi. Zo, ja, dat zet ik even hier neer. Dat komt zo het is wel. Is dat je wat groter lijkt of zo? Ga erop staan. Zometeen misschien. Maar dat... Kijk, ik heb mijn plateau zo laat. Dat is gemeen, hè? Zie je? Dus het is helemaal niet zo onverstandig dat ik dat meegenomen heb. Hoe gaat het? Goed. Wat ben je hier aan het doen? Is mijn bedrijf. Hier hang jij de keiharde zakenvrouw uit. Ja, ik schijn het in me te hebben. Maar het komt misschien nu wel goed van pas dat jij een beetje, zeg maar, hard bent. Niet op je bek ingevallen, weet je wel. Dat je met commentaar kan komen. Dit zijn wij. Dit is een klein mannetje met een hele grote bek. Dat ben jij. Dit is een klein vrouwtje met een hele grote bek. Dat ben ik. Dat op zich vind ik dat goed. Ik heb hier een verhandeling voor je opgetekend. Oh, je hebt het ook gelijk maar even voorbereid. Want ja. Ik wou nog vragen van... Spaar me niet, weet je wel. Kom met, waarom kijken er nou geen vrouwen naar BNN? Maar ik wil het echt weten. Ik ben er helemaal, ik sta er voor open, zeg maar. Oké, okay, nou, ga zitten. Hier. Ja? Ga ik staan, als de schoonmeester is. Nou, ik heb echt het gevoel, er gaat niet wat komen. Ja, hij zit in de schoolbanken. Oké. Okay. Nou, kort en krachtig, hè? De humor van BNN. Ja. Beetje melig. Ja. Beetje plat. Ja. Beetje kinderachtig. Ja. Police Academy humor. Of weet je wel, Naked Gun humor. Van lach of ik schiet. Ja. En dan zie je mannen zie je in de bioscoop van... Oh, oh, oh. Zo ook. Jimmy Hopper en Dennis. Dennis de Pennis, hè. Kijk, ik heb meegewerkt aan Dennis, hè, als de verpleegster. En ja. Dat is hartstikke leuk achter de schermen. Maar hier zie ik bijvoorbeeld iemand lachen. Dat is disjockey humor wat jij hebt. Dus dat is ook niet goed? Nee, want het komt allemaal veel te veel van het Gooise matras. Ik vind jou wel... Ben ik erg? Ja. Ja? Oh. Af en toe een beetje... Ja, ik weet gisteren... Zeg tegen mij al altijd hoor, dat ik af en toe een beetje lief... Liever moet zijn. Ja, liever je kijkt wel zijn. Wat boos in de lens soms. Hè. Ja? Ja, dat je een beetje liever moet zijn. Ja, ietsje zachter. Nou ja, weet je... Daar heb ik een voorstel. Ja. Laten wij dan nu... Ja. Met z'n tweeën... Heel lief tegen elkaar zijn. Precies. Kijk, want laat ik het zo zeggen. Schitterend verhaal. Ja, toch? Echt. Heb je er wat aan? Ja, heel veel. Maar... Ja, het is ook om nou ik kan je niet meteen advies geven hoe je dat nou moet oplossen, hoor. Maar, want dat is nou weer heel erg moeilijk, natuurlijk. Maar nog even over dat lief... Ja. Zijn. Want ik wil je eigenlijk wat vragen. Bijvoorbeeld. Ja. Nou, ja, hoe ga ik dit brengen op een subtiele manier? Kunnen we de vioolmuziek laten opzwellen nu? Nou, dat was misschien wel toepasselijk geweest. Kijk, dit hele schema... ik denk... Oh ja, ik ben niet heilig, hè? Dat is ook goed. Oké, ik ben niet heilig. Mijn mening is niet heilig, hè? Dat is het. Okay. Ik denk dat wij nu zo hier, op dit moment, als ik zo meteen die vraag ga stellen... dat wij met z'n tweeën een hele goede stap kunnen doen richting... Zeg maar dat we een andere kant van ons kunnen laten zien. Oké. Okay. Nederland. Ik wil namelijk... Kijk, ik weet heel veel van je. Je bent niet bang voor Willy Broert. Je hebt een lieve leed gedaan. Nu doe je echte mannen. Je hebt een tweeling. Je doet het met de cameraman. Dat soort gein. Ik weet alles. Maar wat ik eigenlijk van je wil weten... Is... hoe je zoent. Oh, god. Ik zoen heel goed. Nou, kijk. Gaan we op de bek? Nee, ja. Oh. Even wachten, even kijken. Even kijken. Ik heb allerlei soorten muziek om het wat intiemer te maken. Nou. Ja. En misschien dat dit even. Je weet het nooit. Oh, dat doet Willy Broert ook altijd. En oh. Maar... Ja, wel goed spuit hoor. Ik heb nog meer. Waarom zijn die oorwattenstaafjes? Nou, hier. Je kan toch niet zeggen dat dit hier heb ik toch wat een romantiek. Zo, ja, romantiek nou klaar voor vandaag, zie ik. Zo. Wat is dit? Een flossen. We kunnen flossen. Maar ja. Wat bedoel ik nou met die platte humor van jou, hè? Kijk, ik ga hem zo neerzetten, zo. Ja,
Kijk, dit is leuk. Zie je zo? Kijk, dan kan hij me gewoon om de schouder nemen. En dan moet je toegeven. Dit is toch raar? Ja, gek hè? Weet je wat? Ik doe die schoenen eens uit, dan ben ik nog kleiner, dan ben je nog groter. Ik heb toch een beetje een mannelijk gevoel. We moeten dus wel uitzien alsof het echt... Met liefde. Met liefde is. We gaan acteren, want je hebt een mooie vriendin, jij. Ja, maar dat moet wel echt dat mensen thuis denken, oh, wat is dit? Wat is dit mooi? Wat laten ze een warme kant van zichzelf zien, die Bart en die Milena. Begrijp je? Ja, ik begrijp hem. Okay. Klein Jeanette kaboutertje. Ja, zullen we hem... Nou, doe maar. Ik sta er klaar voor. Ik sta er klaar voor. Het is toch heel raar. Ik durf niet. Jawel. Komt-ie, Bart, niet zo klunzen. Ja, komt-ie. Mm.